Zometeen in DBC Nieuws van woensdag 23 mei. Guus Meeuwis presenteert nieuw album in Podium Bokstel. Pater met enorm archief moet verhuizen uit kasteel Stapelen. En kringloopwinkel Zwiebertje moet van naam veranderen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus van der Horst Bokstel en Albert Heijn Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws, een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Liefst 4000 mensen hadden zich aangemeld en slechts 300 mochten er vrijdag bij zijn in Podium Bokstel bij de presentatie van Geluk, het nieuwe album van Guus Meeuwis. Tijdens een uitzending van RTL Late Night werd bekend dat Bokstel getrakteerd zou worden op een Secret Showcase. Ook de twee winnaars van de Like & Win actie van Omroep Dommeland hadden de dag van hun leven. En voor iedereen die er niet bij was, u hebt geluk, DBC Nieuws brengt verslag. Guus, geweldig dat je hier vandaag bent. We vinden het geweldig dat die pijl natuurlijk in de roos is gekomen. En dat is natuurlijk volgens ons Bokstel. Maar als gast ben ik natuurlijk nooit met lege handen gekomen. En wil ik jou heel graag iets aanbieden. En ik krijg het hier in mijn handen. En dat is natuurlijk het eerste exemplaar van jouw eigen mooie cd die je gemaakt hebt. Ik wens je er ontzettend veel geluk mee. Fijn dat je hier bent en een mooie voorstelling bent. Ja, komt goed. Dankjewel. Yes. Ik sta hier bij Simone en Simone heeft bij Omroep Dommeland een kaartje gewonnen. Simone, super dat je er bent. Hoe voel je je? Heerlijk en ook wel een beetje gespannen, toch wel. Je moet niet hopen dat ze het is, je moet niet denken dat ze het is, je moet niet willen dat ze het is, je moet het voelen. Je moet niet hopen dat ze het is, je moet niet denken dat ze het is, je moet niet willen dat ze het is, je moet het voelen. Je moet niet hopen dat ze het is, je moet niet denken dat ze het is, je moet niet willen dat ze het is, je moet het voelen. Het Dordrecht en ik, het Tilburg en ik. En we blijven bij elkaar door dik en dun. Door dun en dik, Tilburg en ik. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van mijn wegen. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Van mijn liefste, dat ben jij. Dames en heren, nogmaals dankjewel. Fijne middag, fijn weekend. En tot gauw. Het jaarlijkse festival Limousine in Liemt was weer een succes. Enkele honderden mensen bezochten eerste Pinksterdag het muziekfestijn in Concordia Park, waar stevige nummers en zoete ballads elkaar in vlot tempo afwisselden. Het knusse Liemse festival lijkt ieder jaar weer een abonnement te hebben op mooi weer. Nu werd het wel 25 graden. In de feestdempt liep de temperatuur vanzelfsprekend nog hoger op. En niet alleen dankzij het weer, maar ook met behulp van de schreeuwende gitaren van bands als Mama Lekker en de Nailbiters uit Bokstel, die stevige rock op het podium neerzetten. Wie buiten rustig wilde genieten, ook dat was mogelijk. Voor kinderen waren er diverse activiteiten zoals een zweefmolen en springkussen. En de muziekliefhebbers konden genieten van wat rustige nummers van singer-songwriters die optraden in de kiosk. Onder hen het duo Althans, bestaande uit de Essenzangeres Sarah Bormans en bokselaar Floris Rijals. Daarnaast was er een bijzonder afscheid. Charles van Liemt draagt na 10 jaar het stokje over. Hij was verantwoordelijk voor de line-up van Limousine en betrokken bij de organisatie vanaf het eerste uur. Limousine was niet het enige evenement tijdens het Pinksterweekend in Liemt. Honderden ronkende motoren klonken maandagochtend in de straten van het dorp. De Brabantse Oldtimerdag stond op de rol.
auto's, brommers, motoren en zelfs militaire voertuigen. Ze waren allemaal hier present. Voor de 18e keer werd het Liemse centrum op tweede Pinksterdag omgetoverd tot een heus openluchtmuseum. Maar ook recenter werk was dit jaar te zien. Nostalgische verenigingen en organisator Terug in de Tet trachten dit jaar een nieuwe generatie autoliefhebbers aan te spreken en besloot dan ook om youngtimers toe te laten. Dat zijn wagens uit de beginjaren 80. Bovendien vergaapten de bezoekers zich als vanouds ook aan wagens als een Cadillac uit 1966 of een vlotte Renault uit de jaren 70. Stuk voor stuk pareltjes uit de autogeschiedenis om even bij weg te dromen. Bijzonder was ook een historische driewieler bestuurd door Liemdenaar Jos van Genuchten, die gespecialiseerd is in de restauratie van vooroorlogse wagens. Echte hoge snelheden zal dit exemplaar echter niet halen. Net als andere auto's, bromfietsen, motoren en oude tractoren tijdens deze Brabantse oldtimerdag. Maar dat het leuk blijft om ze van stal te halen, dat staat voor zowel publiek als deelnemer buiten kijf. Kasteel Stapelen is verkocht en dat betekent dat bewoners voor 1 september moeten verhuizen. En dat geldt ook voor alle spullen, waaronder het archief, maar daarin de geschiedenis van de paters Assumptionisten en die van de heren van Bokstel. En wat gebeurt daarmee? DBC Nieuws sprak met de 96-jarige archiefbeheerder pater Arno Burg, die in 1935 vanuit Den Bosch naar Stapelen verhuisde. We hebben hier dus een beetje de geschiedenis van de congregatie sinds 100 jaar dat wij hier in Nederland zijn, in Boksel speciaal. Dat wil zeggen, hier bevinden zich dus de correspondentie van de paters die hier waren met hun collega's in het buitenland. Hier bevinden zich de rapporten die opgesteld werden. Hier bevinden zich verslagen, financiële verslagen. Het geheel van de geschiedenis eigenlijk van die 100 jaar assumptie hier in Nederland. Dat vinden we hier bij elkaar. En daarnaast vinden we in het volgende lokaal nog andere archieven, namelijk de archieven van het kasteel Stapelen. Dat wil zeggen van de heren van Boksel. En dat is natuurlijk veel ouder, maar het origineel daarvan bevindt zich in Den Bosch en het Rijksarchief. Wij hebben hier dus fotocopieën daarvan. Wat gaat er nu gebeuren met het archief na de verhuizing? Want per 1 september gaat u hier weg. Gaan wij? Ja, per 1 september zijn we hier weg. Ja, dat is waar. Een aantal jaren geleden hadden andere congregaties dezelfde problemen die wij nu ook hebben. Men gaat sluiten, het huis wordt gesloten, de mensen krijgen een plaats, de meubels worden verkocht. En wat doet men met het papier dat overblijft? Men heeft toen op een gegeven moment besloten om samen iets te gaan doen. De verschillende congregaties, mannelijke en vrouwelijke, hebben toen contact gehad met de kruisheren in Uden. En die hadden een oud klooster in Sint Agatha. En toen heeft de groep van de congregatie toen besloten om samen iets op te gaan zetten. En op het ogenblik zijn er zo'n 100 congregaties die daaraan deelnemen. En daar nemen wij ook aan deel en daar gaan die archieven naartoe. En daar hebben wij dus een klein stukje waar wij gedurende een dertigtal jaren om te beginnen de zaken onderbrengen. Daarna wordt dat weer voorzien door onze nakomelingen. Wat doet dat met u dat u nu hier gaat verhuizen? In feite is het nu zo dat wij naar Wereldhuis gaan. Maar het is natuurlijk toch wel een zekere overgang om alleen daar nu te gaan wonen. Maar ja, dat is de enige mogelijkheid die er op het ogenblik is. En uiteindelijk, nou ja, of het nu zo of het is anders is. We zijn allemaal in Gods hand, nietwaar? En dat proberen we dus maar ook waar te maken. Het wandelseizoen is in volle gang. En zo ook in Liemt. De avond driedaagse van buurtvereniging Den Berg vond vorige week plaats. Een bijzondere editie. Dit jaar bestaat de buurtclub 50 jaar. De avondwandelingen zelf werden voor de 37e keer georganiseerd. 320 mannen, vrouwen en kinderen liepen de 5 of 10 kilometer. Ook dit jaar liep er traditiegetrouw veel jeugd tussen van basisschool De Oversteek. Hoewel dat voorgaande edities meer was. De Liemse school heeft minder leerlingen dan voorheen. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het was nog steeds een drukte van belang en de organisatie zorgde ervoor dat alles tot in de puntjes was geregeld. Een appeltje voor onderweg en iets te drinken was gezien het warme weer dan ook geen overbodige luxe. En als er deelnemers waren die het een beetje moeilijk hadden, dan waren er tijdens de intocht op vrijdag nog altijd de muzikanten van Fanfare Concordia die de wandelaars muzikaal vooruit bliezen. Kringloopwinkel Zwiebertje mag geen Zwiebertje meer heten. De naam van de Goedlachse landloper uit de gelijknamige televisieserie is bedacht door John Hendry uit Den Boogaard.
Zijn dochter claimde de rechten daarvan al in 2009. Oprichter Marion van Berlo van de Kringloop aan de Molenstraat krijgt nu tot half juni om een nieuwe naam te bedenken. Ze roept kijkers van DBC News op om mee te denken. Ik ben hiervoor, heb ik 30 jaar in de hulpverlening gewerkt. Daarbij was ik een hele fanatieke bezoekster van kringloopwinkels. En langzaam maar zeker ontstond het idee om mezelf te richten op de groep verborgen armoede. Hè, de mensen die een krappe beurs hebben. Dus laag in de prijs te gaan zitten. Dat is mijn primaire doelgroep. En dat is ja, de belangrijkste doelstelling van de winkel. En met hoeveel vrijwilligers werk je hier? We hebben er ongeveer 15. Dat varieert van 2 uur per week tot 2 dagen per week. Daar zit het ergens tussenin. En daarnaast zijn we sinds ruim een jaar, heeft de WMO, de zorgcoöperatie De Meierij, ons als lid geaccepteerd. En op het moment dat zij dat doen, dan heb je op dat moment een erkende dagbesteding. Dus mensen met een beperking, hè, dus die ver van de arbeidsmarkt staan, die vaak in een isolement zijn terechtgekomen, die bieden wij een dagbesteding. Nu is er een probleem, hè? Want ik las het op social media, de naam Zwiebertje, die mag je niet meer voeren. Vertel. Ja, klopt. Ik kreeg drie weken geleden kreeg ik een mail van bleek later de dochter van de bedenker van het personage Zwiebertje. En zij stuurde mij een mail, een hele zakelijke mail, waarin ze ook haar verbazing uitsprak dat de Kamer van Koophandel en zowel later, hè, toen we stichting werden, de notaris, hè, om die akte op te maken, mij hier niet op geattendeerd hebben. Ik kreeg het groene licht en zo is die naam ontstaan. Heel cliché op een zondagmiddag tijdens een borrel. En dat voelde vanaf moment 1 goed. Maar nu? Want jij moet dus een andere naam gaan bedenken. Ja. Maar dat heeft volgens mij ook consequenties voor, jou, voor jouw stichting. Ja. Kun je daar kort iets over zeggen? Het heeft nogal een impact. De akte bij de notaris, hè, dan moeten naamswijzigingen doorgevoerd worden. Nieuwe plakletters, er moet een nieuwe domeinnaam aangevraagd worden. Hè, voor een toekomstige site met een nieuwe naam. Visitekaartjes. Goed, en zo zullen er ongetwijfeld nog meer dingen zijn die veranderd moeten worden. Ik doe bij deze een oproep, want iedereen die zich ook maar enigszins betrokken voelt bij deze winkel, nodig ik uit om mee te denken voor een nieuwe naam. Je kunt me mailen, je kunt me bellen, Facebook. Hier in de winkel staat een ideeënbus die tot 3 juni geopend is voor ideeën. Dit was DBC News alweer voor deze week. Wilt u ons nog eens terugkijken? Kijk dan ook eens op Facebook of YouTube. Voor nu bedankt voor het kijken en graag zien we u volgende week weer terug.